voorstellen aan de 3 supersterren op mijn Instagram-account. Maar helaas, 2 van de 3 zijn op stap. Dus die houden jullie van mij te goed, die video. Gerrit heeft de Service Bird, dus we hebben een leenautootje mee. En dat is de Countryman hier achter mij. En nou, ik ga jullie even voorstellen aan onze nieuwe vriend of vriendin. Dus laten we even kijken. Countryman. En ik heb 1 keer in Breda een Countryman zien staan. En daar achterop stond niet Countryman, maar stond er gewoon heel leuk Countrywoman. Dus als ik voor de Countryman ga, dan zou ik toch wel Countrywoman erachter zetten. Dus dat maakt het wel helemaal af. Ik denk dat we maar even een klein ritje moeten gaan maken. Schakelde auto. Gerrit is automatisch, wat lekker makkelijk. Maar dat mag ik jullie niet hard zeggen, zeker. Maar sommigen van jullie hoor ik gewoon denken: waar blijf je nou met je John Works, weet je? Want ik krijg heel veel berichtjes van: ja, allemaal leuk en aardig die Cooper S en die Gerrit, maar waar blijft die Works? Nou, ik heb misschien wel een verrassing. Ik heb een verrassing, maar ik ga het nog niet vertellen. Maar misschien komt binnenkort jullie verzoekjes komen die uit. Dan ga ik inderdaad in een John Works rijden. Maar dat is wel fijn, zeg. Hoe vaak gaan de rood ondernemen? 3 keer? 4 keer? Duidelijk 1 keer. Onwijs leuk om een keer in deze Countryman te mogen rijden. Gerrit is nou de servicebeurt, dus dat betekent dat vandaag deze Countryman van mij is. En ik heb er al een beetje mee gereden. Ik vind het een onwijs leuke auto. Je zit echt wat meer in die auto, zal ik maar zeggen. Je zit meer rechtop. Ik heb dan de 3-deur Cooper. En die... ja, lig je toch wat dichter bij de grond, zeg maar. En hier zit je echt wel meer op de weg. Dus dat is wel echt een verschil wat ik merk. Verder, ik vind deze kleur onwijs leuk. Het is melting silver. Ik vind hem onwijs mooi. En de spiegels hebben dezelfde kleur. Het dak heeft ook dezelfde kleur. Ja, onwijs gaaf. Dit was het dan voor vandaag. Volgende week ga ik jullie voorstellen aan de rest van de familie. Dan komen Gerrit en Diana komen dan het toneel op. En de derde hou ik nog even verrassing hoe die heet. Deze moet ik ook nog een naam geven. Het kenteken eindigde met een H. Dus dat betekent dat we met de H een naam moeten verzinnen. Weet je wat? Ik laat het jullie doen. Ja, dat vind ik wel veel leuker. Vertel mij wat jullie denken dat de naam van deze auto moet worden. Het moet beginnen met een H. We kijken altijd naar het eind van het kenteken. Welke letter dat is. En daar maken wij de naam van. Dus... geef een comment met de naam die jullie denken dat leuk is voor deze Country Woman. Vergeet niet te abonneren en te liken en delen met iedereen die van minis houdt. En zie ik jullie volgende week. Doei!